Er was eens een man en ze noemde hem Poepensuze. Ze zeiden dat hij ratten op had. En dat hij zijn tanden poetste met zijn eigen urine. En dat hij zijn voeten insmeerde met pek om het warm te hebben. En dat hij zou sterven als hij zich waste. Poepensuze was gek op motorfietsen. Maar hij liep er altijd naast. Hij had geen geld om benzine te kopen. Op een dag stapte Poepensuze met zijn bromfiets door de brede straat. Poepensuze was zo bang van water dat hij dacht dat hij ging sterven. Anderen zeggen dat Poepensuze 60 is geworden en in de stal stierf. Morgen allemaal. Vandaag gaan we praten over het ontstaan van de dinosaurus. Te laat. Ga de ezelsoren maar opzetten. En kom maar eens naar voren. Is dat nu toch mogelijk? En ga nu maar zitten op je plaats. Dus, de dinosaurussen leefden lang geleden in onze streken en aten vooral planten en struiken. De mannen tussen 16 en 35 worden via de radio opgeroepen om op eigen houtje en met proviant voor 2 dagen West-Vlaanderen te bereiken. De Duitsers zijn weg, de burgemeester is gevlucht, de rijkswacht is nergens te bespeuren. Zanderdaags zijn de Tommies er.
Ze kussen onze vrouwen en gooien met kauwgom en chocolade.